laten zien. Ik weet dat sinds dat ik in maart 2019 verhuisd ben, dat heel veel mensen dat wouden. Er is heel veel vraag achter geweest. Mijn kamer was ook in het begin anders ingericht, maar dan heb ik het nu in het najaar van 2019 heb ik het even een beetje omgegooid. En, of in het begin van 2020 toch eerder. En nu staat het eigenlijk echt wel zoals ik het zelf ook leuk vind. Ik ga met jullie door mijn kamer gaan. Ik ga ook de meubels en zo zeggen maar waar alles is. Ook al is het zoals als van Ikea. Als er nog vragen zijn, laat die zeker hieronder achter. Dan weet ik dat, dan kan ik die beantwoorden. En ik zie jullie volgende keer. En veel kijkplezier. Bye! Als je binnenkomt bij mijn kamer, geef ik jullie even een snel overzichtje om te laten zien. Ik probeer alles zoveel mogelijk wit te houden met gouden en blauwe accentjes. Op de achterkant van mijn deur heb ik allemaal van die Polaroids laten afdrukken bij Hema. Dat zijn eigenlijk allemaal foto's van mijn vorige zomer van Instagram echt. En ik vond die wel leuk om hier achter te hangen. Dus heb ik altijd zo'n beetje decoratie. En deze lampjes komen van een Engelse website. Ik zal alles hieronder ook proberen te linken. Mijn bureautje is komt van de IKEA. Dat is zo'n bureautje zonder enige schuiven, wat ik wel heel gemakkelijk vond. En daar heb ik dan gewoon wat decoratie op staan. Snoepjes, belangrijk. Mijn pennen. Laptop, obviously. Dat is echt ook gewoon de plaats waar ik heel veel mijn video's bewerk. Hier en dan zo bij mijn boekjes, alle dingen die ik nodig heb. En dan hieronder heb je een klein plaatsje om dingen weg te leggen. Bijvoorbeeld mijn harde schijf, mijn oplaaier, mijn koptelefoon. Deze gouden bakjes zijn van Maison du Monde. Deze ook. En dan deze is weer van Ikea. En deze ook. Hier in het hoekje, dat is een beetje een leeg hoekje. Dus ik ben nog niet zeker wat ik daarvan wil maken. Ik heb daar wel een gouden band. Ik heb die gekregen, dus ik zou niet weten waar ze die is. En daar gooi ik eigenlijk altijd gewoon mijn badjas in. En mijn joggingkledij die ik niet in de was wil doen, omdat ik die waarschijnlijk de volgende dag nog ga aandoen of zo. Dus die is daar. Hier staat mijn beautycase. Daar zit al mijn bodypaint in. Dus die laat gewoon in die hoek staan. Mijn bed is gewoon een beetje van Ikea, ook al van lang geleden. En die lampjes hier, die zijn van de Gamma. En het leuke is, je hebt er een afstandsbediening van. Die waren echt €20. Dat is echt heel goedkoop. En je kan je kleuren veranderen. Of je kan het laten discoen. Ik heb het nu eventjes voor roze gekozen. Boven mijn bed heb ik twee een beetje decoratieachtige dingen. Het eerste is deze flowerhoof van Tuton Fleur. Deze is gemaakt met het woord Dreamers in. Dat is iets dat voor mij persoonlijk veel betekent. En het is gemaakt met allemaal blauw. Wat ik persoonlijk heel mooi vind. En dan hebben we er ook nog lichtjes in gedraaid. De meeste van deze gouden kaders zijn van Ikea. En dan heb ik er twee zelf van gespoten van oude kaders die ik thuis nog had. De foto's heb ik bij Hema laten afdrukken buiten het middelste. Dat is van een kunstenares die ik op een beurs had ontmoet. En ik zou niet weten wat haar naam is, maar ik heb het van haar gekocht. In deze hoek staat mijn yogamatje, een teddybeer en dan vier doosjes. Deze zijn eigenlijk echt zo mijn stationary dingen. Dus hier zitten al mijn pennen, stickers in, alles van mijn bullet journal. Hier zitten allemaal memories van YouTube in, arts and crafts, dus glue gun, verf, al die dingen. En hieronder zitten echt gewoon documenten die ik niet kwijt mag raken. Dan heb ik op de vensterschap een beetje van mijn kamer heb ik een paar bloemetjes staan. Nu, deze orchidee is al terug uitgekomen. Die andere, she still needs some help. En dan heb ik hier ook twee van die super schattige kadertjes, ook van Tuton Fleur, die ik nog moet ophangen. Hier heb je mijn spiegel. Die is ook gewoon van Ikea. Zo'n heel grote spiegel. En dan mijn vanity. Die is ook gewoon een vanity van Ikea. Hier heb ik een paar productjes op staan die ik elke dag gebruik. Ook wat decoratie. En dan mijn Kylie lippenstiftjes, omdat ik die toch wel dagelijks gebruik. Ik zal nu eventjes door de kastjes gaan, want ik heb in mijn kamer zelf niet veel opbergplaats. Omdat mijn kleerkast eigenlijk een dressing is die in de gang zich bevindt. Dus ik zal hier even laten zien wat ik in de schappen onder mijn bed heb. En in de schappen van de vanity. Van links naar rechts heb ik mijn stijltang. Hier zijn ook mijn zonnebrillen liggen hierin. En één oogschaduwpalet dat ik elke dag gebruik. Hier zit mijn make-up in en hier zijn mijn make-up borstels. Hier zit een borsteltje in en voor de rest zijn dat allemaal kleine spiegeltjes. Hier zit ook make-up in die ik dagelijks kan gebruiken. In het eerste schap onder mijn bed heb ik een beetje een nachtkastjesgevoel nagemaakt. Dus hier leg ik altijd gewoon mijn pyjama van de dag in. Dit zijn mijn dagboeken. En dan hier liggen een paar dingen die ik kan gebruiken, zoals zakdoekjes. Oplader van mijn Beats headphones. Daar zijn de laptophoesjes. En dan een kuffelbeer.
Het tweede schap heb ik gebruikt om kleding in te steken. Hier zitten bijvoorbeeld allemaal boeken in die ik al heb gelezen of die ik nog moet lezen. Hier zitten de enigste kleding die erin zit, is echt zo puur jogging en pyjama's. Dus pyjama's zijn hier dubbel gevouwen. En dan jogging, echt zo loungewear. En helemaal achteraan zie je nog een zakje en twee doosjes. Dat zijn echt lege zakjes en lege doosjes. Die, mocht ik die ooit nodig hebben, kan ik die van daar nemen. En het laatste schap gebruik ik als opslag voor de rest van mijn make-up. Dus hier heb ik alles van nagellak. Hand sanitizers, wat nu goed van pas komt. En dit is dan allemaal make-up. Hetzelfde geldt voor dat doosje daar. Daar zitten allemaal herbruikbare kleine fairy lights in. Dat spaarde ik vroeger. Daar heb ik wel een aantal van. Make-up paletjes. En dan helemaal achteraan zie je dat er gewoon nog een leeg zakje is. Een zakje met een schort in. Van toen ik nog schoonheidsles volgde. En mijn Minnie Mouse oortjes. Bedankt voor het kijken. Als je het leuk vond, geef ze zeker een like. Abonneer op mijn kanaal door op deze bol hier te klikken voor je video. Kan je daar vinden. En ik zie je volgende keer. Bye!